Morgen, het is vrijdag, dus tijd voor een nieuwe vlog. Ik ga eventjes voor schoonspullen pakken. En dat doe ik namelijk vaak gewoon door het aankleedkussen mee te nemen naar de woonkamer en daar op de grond te leggen, want dat scheelt mij tillen. Zo, daar kwam even van alles tussendoor. Maar goed, het is weekend, dus dat is fijn. Het gaat gezondheidstechnisch steeds beter met mij. Ik ben bij de dokter nog geweest voor de controle, zeg maar. Hoe het nu met de longen gaat. En dat gaat goed. Volgende week moet ik naar de chirurg voor mijn buik. Dus we houden het lekker en we blijven er lekker mee bezig. Maar nou ja, ik moet gewoon nog rustig aan doen. Ik mag nog niet volledig werken. Maar het gaat gewoon elke keer een stukje beter. Dus daar ben ik heel blij om. Eden die is niet helemaal fit. Dus die blijft straks thuis. Want ik ga naar de mesoloog. En dan gaan mama en Niels mee. Er is daar ook een hertenkamp of zoiets. Enig is er gemaakt. Eigenlijk was het idee dat allebei de kindjes meegingen. Maar ja, Eden is gewoon niet fit. Dus papa zei, joh, dan blijf ik wel even bij Eden. Dus dat is heel fijn. Dat is denk ik ook rustiger voor haar. Ik denk dat ze misschien wel 2 keer moet slapen. Ze heeft gisteravond, at ze niet. Nou, normaal eet ze van alles. Normaal eet ze namelijk eerst een babyhapje, zeg maar. En dan eet ze daarna nog mee met ons. En de fles wilde ze ook niet bij het slapen gaan. Morgen hebben wij met mijn nicht afgesproken. Ik mag dus nog niet sporten, wat ik echt heel irritant vind. Maar ik snap het wel, want dat kan natuurlijk ook eigenlijk nog helemaal niet. Maar goed. Morgen hebben we met mijn nicht en de kids afgesproken. En haar vriend. Alleen zij hebben, of tenminste 3 van de 4 van het gezin hebben de griep. Dus dat is eventjes de vraag of dat doorgaat. En zondag gaan we naar het broertje van Sven en zijn vriendinnetje toe. Maar dan zonder de kids. Maar goed, dat is een beetje ons weekend. Ik ga even een gezondere brownie eten. Ik zit even te kijken waar ik dat recept ook alweer vandaan had. Want het is echt mega simpel. Van Chick Staff Food. En het heet de Healthy Easy Brownie met kokos. Erg lekker. Lactosevrij. Even te lunchen. Hij stopt zodra ik het zie, want dan vindt hij het gênant. Maar hij is aan het vloggen met mijn allereerste vlogcamera. Dus, kind van zijn moeder, hè? Ik heb zo'n onrustige huid hier, jongens. Niet normaal. Ik kan me echt niet herinneren wanneer dat voor het laatst was. Of dat nou toch nog van de zwaardere pil komt. Maar dat is ook alweer even. Dat heb ik ook alweer eventjes. Oef. Door de antibiotica of zo. Ik heb geen idee, maar goed. Morgen gaat het niet door met mijn nicht, want die zijn nog met het hele gezin ziek. Dus ga ik even lunchen met een vriendinnetje van mij. En dat is het dan ook weer voor morgen. Dus roestig aan. Goedemorgen, het is zaterdag. Onze nacht was niet heel erg best. Want Eden was heel vaak wakker en heel verdrietig. Dus dat is een beetje jammer. Maar goed, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ik heb gisteren trouwens even mijn wenkbrauwen geverfd. Want eigenlijk probeer ik het, zeg maar de fietsactiviteiten te beperken tot naar mijn werk fietsen. Dus nog niet naar de schoonspecialist. Ik heb mijn Hourglass Ambient lighting powder in dim light opgemaakt. Echt maar heel lang. Ik ben net eventjes boodschappen bezig met kids. Sven is aan het sporten. Die is al zo rot gekomen, denk ik. Niels die kwam zijn vriendinnetje tegen in de speeltuin. Dus die is daar even mee spelen. Ik ga de boodschapjes opruimen. Onder andere luiers in de aanbieding waren. De grote verpakkingen niet, dus nou ja, dan maar kleine verpakkingen. En ik heb Ik heb heel vaak deze pinda cashew, maar ik heb nu ook 100% amandel. Ik ben heel benieuwd. En voor de kinderen heb ik 100% gaat goed, 100% appelstroop. Kijk, hier zit echt letterlijk alleen maar appel in. Helemaal top. Ik weet trouwens helemaal het heugelijk nieuws te vertellen. Ik heb weer een broek aan, een normale broek. Yes. Ja, het gaat wel eigenlijk met de plekken, want ik moet zeggen dat ik nog niet gezeten heb. Dus zeg maar echt even comfortabel gezeten heb. Kijk of dat werkt, maar staan gaat goed. Hier, ik zit in de trein. Ja, een beetje in de bos. Ik heb maar een paraplu gekocht, want het regent hier verschrikkelijk. Maar goed, we zijn aan de wandel. Ik heb nog even wat nagunnen gekocht van Rituals en nu naar huis. Het is zaterdagavond, het was super gezellig bij vriendinnetje. Daarna zat ik gezellig in een enorm volle trein met mensen van de 9 maandenbeurs. En ik zat toevallig naast een groepje met een heel bijzonder gevoel voor humor, laat ik het zo zeggen. Ik zal je de details besparen, maar goed, mijn huid heeft last van de winter en ik denk ook gewoon van de, het bacillenschap van de afgelopen tijd. Dus ik heb een lekker maskertje van de Rituals gehaald. Dit is het Renewing AHA Glow Mask. En ik was eigenlijk vooral dat ik nog steeds op die Rituals verpakking verliefd was. Dat moet ik eerlijk erkennen. Ik bedoel, I mean, it's gorgeous. Ik heb heel veel zakjes maskers, maar ik heb ook een aantal maskers die ik gewoon vaker gebruik. Maar daar was er één van op, dus ik dacht, nou daar kan ik dan weer een vervanging voor doen. En dat wordt dus deze. Dus ik ga nu even mijn make-up eraf halen, lekker maskertje erop doen en dan haal ik het eraf voordat Nils de mol begint. Maar het is al vrij laat, Nils ligt er pas net in. Maar we zaten nog even te puzzelen. Met z'n allen. Er staat dus dat je het masker moet inmasseren, dat het dan van kleur verandert. Het begint zeg maar zo. Oeh, het draait helemaal anders dan ik verwachtte bij de kleur. Maar ja, kijk, het wordt wit. Je moet het in laten trekken. En dan moet je een beetje water erop door de lokken inmasseren. En dan gewoon eraf halen, geloof ik dat er stond. Ik voel de zuren wel meteen. Ik ben heel benieuwd. Masker is echt heerlijk. Ik ben zijn de mol aan het kijken, gaat heel snel zo. Snel even een tonic en dan doe ik de rest later. Maar het was echt een heel fijn maskertje. Ik weet niet of ik morgen toe ben, maar voor nu. Heerlijk. Goedemorgen, het is zondag en ik ben de kasten aan het opruimen met alle voedingswijven, houdbaarheid en allemaal dingen weg kunnen. Of we hadden nog allemaal soort van plastic bakken waar we eigenlijk van die bewaardozen, maar die gebruiken we nooit. Die staan eigenlijk alleen maar in de weg, die gebruikt zijn in het oude huis wel, maar wij gebruiken het eigenlijk niet. Dus die ga ik nu wegdoen, want het kost gewoon kastruimte. En dan gaan we weer een beetje ruimte creëren. Wij zijn onderweg naar Svens broertje en zijn vriendin. En de kids zijn gezellig met opa en oma. Ik weet nog niet helemaal fit, maar Niels heeft echt super lekker gespeeld vanmorgen. En heeft geslapen. Wat drinken hier in de buurt, soort van. Trouwens, er helemaal niet de kastjes laten zien, maar ik heb dus, nou ja, dit is nu de kinderkast, zeg maar. En Elin krijgt ze altijd nog hapjes. Maar ze eet ook met ons mee, dus het is een beetje en daar niet de zooi achter, we moeten nog afruimen. Er staan dan wat koekjes, rijst, wafels, soepstengels, dat soort dingen. Nou, dit is ons, zeg maar een beetje ons bak gebeuren. Dit zijn de dingen die ik echt bij het leven eet. Dat vind ik echt vast lekker. Daar hebben we wat soepen. En ik krijg nog één keer per dag de fles. Nootjes en verder allemaal gewoon potjes groenten en zo. Zoetjes voor mijn vader. Niet heel veel saus. Verder zit hier gewoon allemaal, nou ja, balsamico, azijn zoals je ziet. Hoe heet het? Ketchup, dat soort dingen in. En hier zit bouillon, vermicelli soep, dat soort dingen in. Dat is allemaal van Sven, met anchovies en kokos. Hoe heet dat? Kokosmelk. En dan heb ik hier alle tomaten, tomatensaus, dat soort dingen. En appelmoes. Dus ja, ik ben er best wel content mee. Nu zijn we nog even met Nils aan het stoeien en dan gaan wij... hoe heet het? Eventjes bed opmaken en de keuken even opruimen en dan lekker niks. Ik ben heel erg moe van deze dag. Dus ik ga vroeg slapen. Nog steeds mega veel pukkels op mijn kin. Ik snap het niet. De rest van mijn huid is gewoon helemaal normaal, zeg maar. Helemaal niks. Geen onzuiverheden. En dan heb ik hier echt een soort explosie aan ellende. Maar goed. Ik heb inmiddels de schoolspulletjes weer, want de school begint weer. Dus nou, ik ben gewoon nu heel moe. Ik ga lekker de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie leuk om te zien. En ik zie jullie heel graag volgende week bij een nieuwe vlog. Wat hebben we volgende week? Ik heb geen idee eigenlijk. Nee, ik weet niet. Voor de verrassing. Tot volgende week. Doeg!